De Sloopkogel is dinsdag om 7:15 voor het eerst het voormalige Philipsgebouw VH op het Vredeoordterrein aan de Bosdijk ingeslagen. De kern van het pand, wat er nog staat, moet woensdag tegen de grond liggen. Buurbewoners zijn sinds de deels mislukte implosie van afgelopen zaterdag wat sceptisch over de planning. Ja, ze zeggen dat die vanavond plat moet liggen, maar dat duurt wel 2-3 dagen hoor. Daar krijg ik vandaag niet om. Wel mooi om te zien? Ja, echt wel. Echt wel. Ja. Nee, daar hebben ze wel langer werk mee dan te denken. Als je ziet dat hij daar al 60 keer op geslagen hebt. Dus daar krijgen ze niet in 2 dagen tijd klaar. Dat ding weegt 2,5 ton. Dus dat is nog wel een behoorlijk. Dus dat gaat wel lukken? Denk het wel. Kom elke dag kijken. Totdat hij ligt. Tot hij ligt.